Hallo jongens en meisjes van Tolkien als Gamer. Welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer 10 tier run doen. Van de vorige 10 tier run aflevering heeft de 450 damage omhoog gehaald. Als jullie dat weer allemaal even kunnen doen, zou ik dat zeker waarderen. Ik ben hier in een 10 tier run D-map. Wat dus inhoudt dat het een wat grotere map is dan die allerkleinste. Maar er zijn dus dan die vele grotere. Maar dat maakt niet uit, want ik ben hier en het is niet donker. Want ik haat het als het donker is en ik moet 10 tier run spelen. Want dan kan ik niet goed kijken en dan gaat het allemaal mis. En dan kom ik fucking de 10e of zo. En weet je, dan ben ik niet gewend om 10e te komen, jongens. Ik ben niet gewend om te winnen en dat ga ik ook deze aflevering doen en dat ga ik jullie ook bewijzen. Want hoeveel mensen zitten hier in deze map? 23 op dit moment. En ik ben natuurlijk benieuwd of ik hier de eerste kan worden. En ik denk dat het wel lukt. Oké, wat heb ik allemaal meegemaakt? Want zoals altijd, zoals jullie dat ook weten, praat ik altijd over mijn leven. Van, hey, wat de fuck is er gebeurd? Wat is er niet gebeurd? Ik heb helemaal geen fuck gedaan de laatste tijd. Nee, grapje. Ik heb namelijk heel veel gedaan eigenlijk. Ik ben namelijk bezig geweest met de video's voor jullie. Fuck. Ik had beter moeten opletten. Maar ik ben dus bezig met video's voor jullie, want de laatste tijd upload ik dagelijks zoals jullie zien. En jullie support helpt daarbij. Dus als jullie even de duimpje omhoog willen knallen, dan knal ik ook video's, weet je zo, knallen. Oké, ik stop wel. Oké, ik heb nog steeds 4 double jumps. Ik moet steeds die double jumps niet vergeten, want elke keer als ik dan net val, dan vergeet ik die double jump dat mijn leven gewoon makkelijk kon redden. Want ik moet niet gierig zijn. Ik heb namelijk fucking 4 double jumps, wat meer dan genoeg is en wat me zou moeten helpen om gewoon dit te kunnen winnen. En af en toe moet ik ook even een sprintje trekken, want dat helpt. Dat moet ik niet vergeten. Ik loop altijd, jongens, dat is een tactiek van mij. Dat is meestal de tactiek van mensen die willen winnen, dat je gewoon gaat blijven lopen in plaats van te rennen. Want deze game gaat niet om blokjes, jongens. Deze game gaat om tijd. Tijd trekken, timing, hoe langer je blijft, hoe je wint. Dus je moet gewoon zo lang mogelijk in deze map blijven en dan win je. En dat is eigenlijk gewoon de tactiek die je moet kennen. Meer hoef je niet te weten, gewoon zo lang mogelijk te blijven. Soms moet je springen en soms moet je lopen. En op dit moment loop ik, daarnet ging ik gewoon rustig rennen. Dus dat is het plan, gewoon tijd trekken. Daar ben ik wel goed in, nou eigenlijk niet. Tijd trekken ben ik eigenlijk helemaal niet goed in nu ik erover nadenk. Ik weet niet, stel je voor er is een man en die wil mijn bank proven. Dus dan moet je op een gegeven moment de politie bellen en tijdrekken rijden. Dus stel je voor je toets die 112 en je wacht totdat de politie komt. Maar je moet die tijdrekken rijden. Ja, ik zou dat echt niet kunnen doen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik zou dat echt niet kunnen doen. Ik gebruik nu mijn double jump om goed te landen, zodat ik in ieder geval... Oh, ik heb het gehaald. Vijfde. Top 5, jongens. Kom op, I believe. Niet zenuwachtig worden, gewoon spelen. Iets in me zegt dat we dit kunnen. No! Fuck. Dat ging niet zo heel goed. Ik heb de tijd niet goed kunnen rekken, jongens. Ik zei dat ik er niet goed in was. Iets in me zegt dat het me deze keer wel gewoon gaat lukken. Dus ik ben weer gewoon op dezelfde map, net als daarnet. En ik ga gewoon weer rustig proberen om te winnen. Net was ik in de top 5. Oh, is dat niet heel slecht? Het is niet goed, het is niet slecht. Het is gewoon... Oké. Ja, het is niet zo heel goed, maar het is ook niet zo slecht. Alright, let's go. Fucking 24 mensen in deze map. Over 3 seconden beginnen we. En ik ben benieuwd of ik dit kan winnen. Alleen moet ik gewoon kalm blijven, want daarnet ging ik eigenlijk een beetje stressen, zoals jullie zagen. Want als ik namelijk kijk naar hoeveel plek ik ben, dan gaat het meestal niet goed. En ik weet niet hoe dat komt, maar ik zag dus bijvoorbeeld dat ik in de top 5 was. En dan zag je meteen dat mijn muis een beetje heen en weer ging bewegen en dat ik een beetje in paniek raakte. En dat moet ik dus eigenlijk een beetje beheersen en dan kan ik altijd eerste worden. Dat is mijn bedoeling, dat is hoe het gaat. En die shit, die kan gewoon. Alright, jongens, op dit moment ga ik gewoon fucking die TNT run rekken in this bitch. En iemand belt me. Sikim, waarom bel je? Wie is dit? Dit is fucking Jayun. Telefoon weggegooid. Oh shit, ik ben naar beneden gevallen. Fuck my life. Jayun, I blame you. Zet allemaal in de reacties. Fuck you, Jayun. Oké. Zet dat maar niet. Oké, jongens. Nou, nog steeds 4 double jumps. Ik had die daarnet kunnen gebruiken, maar ik was afgeleid. Oh, dat is eigenlijk een goeie. Je moet gewoon mensen afleiden. Want iedereen, die zit gewoon geconcentreerd bezig te zijn. Maar wat nou? Wat nou als je fucking iedereen die in deze game zat, zou bellen. En dat een mobiel afging. En dat zij allemaal dachten van GG, man. Fucking GG. Gewoon klaar. Afgelopen met jou. Dat is wel crazy. Om eerlijk te zijn. Maar oké. Hoeveel spelers zijn er nog over? Oh, nog 23. Niemand is zo'n beetje afgevallen. Oh, oké, nou, 1 iemand is afgevallen. En die 1 iemand is misschien zelfs AFK of zo. En dat hij dan stil zit en dat hij helemaal naar beneden ging. Want dat kan ik me voorstellen. Want ik vond het altijd apart. Als je net in de game zat, dat in de eerste paar seconden dan meteen iemand afging. En dan dacht ik van, hoe de fuck kan dat? Dat is toch onmogelijk? Maar toen bedacht ik me, hé, wat nou als die niet... Als dat zijn computer was. Stel je voor dat zijn moeder hem roepte. Eten! En hij zo van, nee, ik zit in die... Je moet nu eten of die stekker gaat eruit. Motherfucker. Oké. Weet je, dan zou ik ook gaan. Dan zou ik even gaan, weet je. Ik bedoel, game is heel belangrijk in het leven. Maar zo belangrijk dat je... Fuck dit. Dit was gewoon niet mijn schuld, ja? Het was de schuld van Jayun. Oké, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet, als je wil winnen in TNT Run, bel iedereen in die game. Druk op dat duimpje omhoog. Dan zie ik jullie weer ooit.